Bart Geurden, verpleegkundig, docent en onderzoeker aan de Karel de Grote Hogeschool en Universiteit Antwerpen. En samen met mijn collega Marleen Kormans en met de steun van Kom op tegen kanker zoeken wij naar een methode om de voedingstoestand van kankerpatiënten te verbeteren, vooral bij kankerpatiënten die smaakstoornissen ondervinden ten gevolge van hun chemotherapie. Dus plots gaan gewone zaken zoals brood heel anders smaken, waardoor patiënten minder gaan eten. Ze verliezen gewicht, ze geraken zelfs ondervoed, waardoor hun behandeling minder goed werkt. En meer nog, hun levenskwaliteit gaat daardoor ernstig achteruit. Dus dankzij het Centrum voor Gastrologie is er eigenlijk een toolbox, een toolkit opgemaakt, waar eigenlijk verschillende smaken in zitten die we eigenlijk gaan testen bij de patiënt. We gaan kijken wat de patiënt eigenlijk lekker vindt, wat hij prefereert. En door eigenlijk die testen te doen, kan eigenlijk een chef een recept opmaken. Bijvoorbeeld gember en zoet gaan wij met gemberhoning eigenlijk een brood opmaken, speciaal voor deze patiënt. Wat wij eigenlijk willen aantonen is, op dit moment hebben de patiënten eigenlijk alleen maar de flesjesvoeding, de bijvoedingen die er zijn, die in een labo worden gemaakt. En wij willen eigenlijk aantonen met dit project dat wij ook de patiënten kunnen helpen met gewone voeding. Twee dagen na het onderzoek, na de testen, krijg je een e-mail met dus het resultaat van de smaaktest, welke ingrediënten dat je lekker vindt, welke ingrediënten dat je niet lekker vindt, pesto bijvoorbeeld niet, mosterd bijvoorbeeld wel, en krijg je ook een aantal recepten. Dat gaat vrij vlot, dus gewoon de ingrediënten samen met meel en water in de bakoven doen en 3,5 uur later heb je het brood.